Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën Van Beek en de Party Express Breda. Lieve kijkers van Breda Nu, wij zijn weer van Sansevieria TV en we mogen dit jaar weer met z'n drieën op pad. Met een prachtig mooie bus, gesponsord toch? Citroën Van Beek Breda. Zeker weten. Hey, en wat gaan we allemaal doen dit jaar? Van alles. We komen je achterna met de bus, we maken de leukste reportages. Het wordt gewoon super gezellig. Leuk, hè? En die microfoon die komt onder de neus. En dan hopen we dat je echt wat te vertellen hebt. Daarom. Dus, volg ons op Instagram en op Facebook, want we komen ook daarop en naar je toe. Dus, zeker weten. Kijken! Ja, ik heb odeur de lavendel. Kom uit Frankrijk. Ja. Jij hebt hem goed tegenspoten, Tante Nel. Ja, dat is tegen stinkende poesjes. Oh, lekker. Ja. Spannend. Ja. Maar over stinkende honden gesproken, wat zit er allemaal in je tasje? Nou, dat wil niemand weten. Ja, dat wil ik wel weten. Dat is illegaal. Ik wil weten wat er... Laat zien. Hondenbrokjes. Ik heb hondenbrokjes. Want je kunt het hier gewoon pakken hoor. Je hoeft het niet stiekem mee te nemen. Maar je kunt het hier ook gewoon pakken. Spechtie. Ja, lekker. Spechtie. Nou, die is al veel gebruikt zeker. En dan ga je armbandjes kunnen. Nee, ik heb hem bij Tommy uit het kastje mogen halen. Ah, die komt bij Tommy uit het kastje. Nou, oké. We hebben allemaal nog meer. Trek zelf. Maar nou, doe jij proppen of vouwen? Nou, ik denk geen van beiden. Nee, niet? Nee, ik denk nee, daar hoe doe jij dat? Dan? Nee, kijk, aan gepropt. Pak het, ja? Ja, pak even voor. Kijk, alvast. Ja? Aan gepropt. Dan heb je zo een opstopping, dat moet je niet hebben. Nee. Maar kijk, aan gevouwd. Godskanon. Kijk, aan gevouwd. Ja? Ja. Daar is het ook en niet helemaal. De vingertjes. En dan? Dat is het alternatief. Het alternatief is, ik vouw altijd bootjes. Mijn man zegt altijd, wat zit jij toch lang op die wc? Ik ja, schat. Hé, als je bootjes vouwt, dat duurt even. Dus ik ga proberen, hè. Ga naar een eigen wc'tje. Jij moet eigenlijk nog met mij de pot op, hè. Ik kom zo bij jou. Heel goed. Heel goed. Van de bouwclub. Heel goed. Is hij al klaar? Bijna. Goh. Alleen een spuitje. Alleen een spuitje. Ben je nog aan het kleien of niet? Ja, volop. Volop. We komen kijken. We komen kijken. Binnenkort, hè? Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Ja hoor. Is goed. Ik moet eerst met Sansevieria nog water geven. Dat duurt nog even. Jo, die staat er naadzaad. Jawel, we staan hier bij onze nomen Ger. Hé, hey, luister eens. Ik mis wat bij jou. Mijn muts. Jouw muts? Mijn muts en mijn lange tong zeker. Trek je broek maar uit.
er weer klaar voor dit seizoen? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we gaan weer knallen dit jaar. We gaan weer knallen. Ja. Hey, wat is jouw carnavalsmotto altijd? Niet naar huis toe. Niet naar huis toe. Dus je blijft gewoon waar je bent. Ik blijf gewoon doorgaan. Hey, luister eens, jij bent een beetje de nar, hè? Een beetje de grappenmaker van stijl. Is dat zo? Hey, dan ga je nou een mop van de dag. Ik heb helemaal geen mop van de dag. Geen mop? Nee. Ah, die mop heb ik wel, maar die ligt nog thuis in de play. Een porseleinen body, een porseleinen boom, een porseleinen body, ja dat paart een landse vol. Ja, en luister eens, wat is nou jouw motto voor carnaval? Mijn motto voor carnaval? Jouw motto? Ja, dat het gewoon nou het gezellig is eigenlijk. Als het maar gezellig is, als je maar leuk hebt. Axel, ja. Veel leuk jongen. Dank je wel. Houdoe. Gaat zeker lukken. Dat voelt als thuiskomen, of niet? Nou, er begint van alles te stromen. Ja. Ja, misschien dat ik een biertje te veel op heb, maar dat maakt niet uit. We zijn hier op de markt van Kinderat en kijk eens, de echte prinses Oscarin van Prins Daan. En het prinsje, hè? En het prinsje. Hoe heet het prinsje? Hugo. Hugo. En dan hebben we nog een schitterende kleine prinses en hoe heet die? Ja. Jullie zijn wel heel trots, zeker. En heel trots, hè, jongens. En heeft papa nog iets bijzonders gedaan voordat hij daar net de bus instapte vanmorgen? Nee. Heeft hij wel een grote of kleine boodschap gedaan voordat hij wegging? Dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Geen idee. Ze waren bij oma logeren. Op de play met Sanseveria TV. Hoppa! Ik word er stapel gek van, reageer er niet meer op. Want een porseleinen pony, ja dat is echt wat ze wil. Nee, geen mooie nieuwe auto, fleske ruk of zonnebril. Hoe kom ik toch aan zo'n ding, man, ik zoek mijn eigen rot. Als ik erom moet vragen, dan schaam ik me toch kapot. Ik heb er één gevonden, hij is 2 meter hoog. Hij past niet in mijn kofferbak, zie ik met mijn scherp oog. Een porseleinen pony. Ja, een porseleinen knol, een porseleinen pony, heel mijn tuin staat ermee vol. Een porseleinen pony, ja, een porseleinen beest, door de tuin een polonaise, het is hier alle dagen feest. Een porseleinen pony, ja, een porseleinen knol, een porseleinen pony, heel mijn tuin staat ermee vol. Een porseleinen pony, ja, la 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 la. Ja, hier was ik dus al bang voor. Eeuwen. Wat? Oude meut. Dan ben je oud. Gauw goed. Gaat het? Get of getine? Gakballertje de gakbal erbij. Is she neffe oe? Weet ik veel. Bekikt. Dat je naar elkaar toe kijkt. Appel. Appel. Aardappel. Ach, maar leuk het. Als je het maar leuk hebt. Dat ken. Himmel niet. Dat kent niemand. Papegaaien. Papegaaien. Tje kikkert aardig. Kijkt aardig. Boos. Meegank. Ik weet het wel, maar ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Afleg is klaar. Die zou ik echt niet weten. Zellig kijken. Oh, kijk uit, kijk uit. Wanhuis houden. Oh, kijk uit. Kom maar. Wees die goed ook, hè? Ja. Echt. De gezelligheid hier in de bus, hè? Nou, hé. Hey, luister eens. Vandaag gewoon on tour met de partybus van Party Express Breda. Hoe laat is dat? Zeggen, wat een feest. Wanneer gaan we weer? Want
Ik vind het echt geweldig. Ik moet even met een eigenaar van de Parkje Express praten wanneer we weer op pad kunnen. Oh, dat is wel leuk. Het is echt een succes. Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Luister eens met waar we nou naartoe gaan. Nou? Nou, ik ben even aan het kijken. We rijden nou ter hoogte van de Ettense baan. Oh ja, de Ettense baan. Ja. En we gaan naar niet zomaar iemand. Oh, wie dan? Het heeft te maken met de winter. Het heeft te maken met de winter. Met de winter? Ja. Oh jee. Als ik zeg vorst, niet zomaar een vorst, maar een... Wintervorst. Nachtvorst. Een nachtvorst. Nachtvorst. Dan gaan we naar de nachtburgemeester van Breda. Ja, daar moeten we zijn geweest. Het is nog niet donker, maar dat kan wel nou, hè? Ik ben wel eens drie. Is hij wel wakker nou? Ik heb net gebeld, hij nam niet op. Nou, dan maken we hem wel gewoon wakker. Ja, komt goed. We halen de nachtburgemeester gewoon in het nachtleven in de bus. Precies, nou, wat een goed idee bij jou, Tommy. Ja, nou, kom op, dan gaan we, hè? Ja, we gaan. Hartstikke idee, kom. Tot zo, hè? El, daar is hij, hoor. Ah, ja, daar is hij al, hoor. Nachtburgemeester van Tielen. Hey, hele goede middag, elf, ja, prima. Hallo, wat leuk. Hallo. Dat vind ik lang om te komen. Leuk. Hallo. Hoe is het? Kom je lekker bij onze bus in? Ja, we hebben gewoon ons eigen Kielegats Party Café bij. Ja, ziet er goed uit. Dat is gewoon heel gezellig. Dus we zeggen, kom gezellig mee. Aankomen rijden, hè? Ja, jongen. Oh, echt? Was zo, hè? Ik hoorde jullie aankomen rijden. Oh, jee toch. Ik zei tegen de kids, zeg ik van, hoor ik nou, is het carnaval? Ja. Ik denk, trek mijn kleding aan en hop, we gaan. Ja, zo is het. Nou, kom gezellig mee. Kom. Nachtburgemeester van Kielegaard, proost jongen. Het was super dat wij bij jou langs mochten komen. En ja, dat ga je gewoon gezellig bij ons in het café komen hier. Ja, nou ja, zonder nachtvorst is er niks aan, toch? Nee, dat vind ik ook. Hey, wij vroegen ons eigenlijk wel wat af, hè? Want Breda, een nachtburgemeester, een nachtvorst. Ja, wat voor taak heb je dan? Bier drinken. Oh, dat is wel een goede taak. Belangrijke taak, hè? Belangrijke taak. En ben je dan verantwoordelijk, zeg maar, voor het nachtleven, het uitgaansleven in Breda? Nou, gelukkig ben ik niet verantwoordelijk, maar wel een stukje qua promotie, gezelligheid, aanwezig zijn, reclame maken en een beetje netwerken, hè? Daar hoort bier bij. Ja, want ik heb gelezen, jij bent echt officieel beëdigd, hè? Door de burgemeester, want dat is echt wel een officiële functie, hè? Ja, het is niet echt een officiële functie, semi-officiële. Maar wel eentje met veel lol en beëdigd door onder andere de burgemeester en ook een paar andere mensen. Maar, Ja, mooi toch? Ja, het is de echte, hoor. Het is gewoon de echte. Ja, het is wel een echte. Ik vind dat ze wel een goede gekozen hebben. Ja, dat vind ik ook. Ze hebben een goede gekozen. Ja, zeker. Hij staat er gewoon bij, hè? Hij staat er gewoon bij. En dan ga je ook een Sanseveria thuis? Ik heb er eentje, ja. Ja? Ja, maar die zit nog ingepakt. Oh, maar deze ook, maar die zet die er naast. Neem die wel eens mee op show, hè, in nachtleven? Nee, nee. Ja, dan moet dan doen. Kan ik maar één biertje vasthouden, zie je. Misschien is dat beter. Ja. Nee, twee is beter. Ik rook niet meer, hè, dus dan moeten twee biertjes vasthouden. Ja. Okay. Ja. En dan heb ik ook nog een taak mee carnaval, of iedereen gewoon zelf kon. Eigenlijk het godste feest in Kielegat. Ja, wat heel veel mensen niet weten misschien is dat ik al jarenlang met carnaval muziek draai. Dus echt carnaval is muziek, zit ook echt in mijn lijf. En dat doe ik echt bijna alle dagen. Eén dagje zelf los. En voor mij is Klunen is eigenlijk mijn carnaval. En de zondag met carnaval dan, is ook een beetje mijn carnaval. En de rest maak ik een feestje. Daar gaan we jou veel tegenkomen. Daar gaan wij misschien ook wel tegenkomen, Klunen. De havenmarkt sowieso. Oh, dat zien we vast wel. Ja, dat is wel heel gezellig. Ik wens jou veel plezier met jouw sensor. Hey, en mag ik hem hebben ook? Ja, je mag hem hebben. Maar waar ga je hem wegzetten? Dat is voor het eerst dat ik een plaatje krijg van mijn vrouw. Ja, leuk, hè? Maar ben je toch in een bot? Ja, en die zomaar... twee dames toch wel een leuke man. Dus en die zomaar in een plant, hè? Het is een vingerplant en dan noemen ze hem ook nog een vrouwentong. Is dat zo? Ja, dat is echt. Ik heb hem nog nooit gehoord, maar vingerplant. Ja, maar dat is echt zo. Ja, echt in België noemen ze het de vrouwentong. Ja. Ah, ja. Dus kunnen jij zeggen dat je een vrouwentong in huis zet? Die heb ik nog gekregen ook. Ik heb hem niet eens zelf hoeven kopen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.